En die bevolking die voelt zich in de steek gelaten, die voelt zich onveilig. En dat is wat wij horen in de wijk. Dat willen we niet. Duidelijke taal afgelopen zaterdag op de multiculturele markt in Oud-Crispijn. De politiepost gaat weg en daar is niet iedereen het mee eens. Je moet geen mensen weg gaan halen als de criminaliteit zeker niet minder is geworden. We zeggen dat wel, maar ik geloof niet zo in die cijfers. Ik zie om me heen nog genoeg inbraken en narigheid gebeuren. En die politie die moet steeds verder rijden om bij het incident te komen. Dat willen we niet weten, dat willen we niet moeten. Dus wordt er gediscussieerd met politici en is er een enquête verspreid om te voorkomen dat 20 jaar wijkverbetering om zeep wordt geholpen. Het is een prima geoutilleerde post met alle faciliteiten. Van hieruit kun je ook Zwijndrecht bedienen en Ambacht. Dus veel kortere aanrijdtijd. We gaan die omslag gaan we maken. Maar het is niet alleen maar actie. De markt is vooral leuk en gezellig. Wat is het leven toch veel waard? Als je het liefde dus zo vervaart. De thuiszorgorganisatie zoekt vrijwilligers. Al is het maar voor een uurtje, al is het maar voor een half uurtje dat je dat boodschapje kan doen voor je buurvrouw of de overbuurvrouw. En het is druk, heel druk. Alleen jammer dat zondag de zon scheen en niet op zaterdag. Nu lag geluk met zoeien, alles wat ik doe, hier eigen leven.